Goedenavond. De stille tocht die mensen uit Vlaardingen morgen wilden houden voor het zwaar mishandelde pleegkind van tien, is van de baan. De biologische moeder van het meisje waardeert het gebaar, maar heeft er geen goed gevoel bij. Ze leeft nog altijd tussen hoop en vrees. Net als een heleboel betrokken mensen uit de buurt. Nieuwe details die vandaag bekend werden over de verdachte, de pleegouders van het meisje, maken het verhaal eigenlijk alleen nog maar triester. Ze woonden al meer dan twee jaar bij hem en ze blijven langer vastzitten, want de verdenking tegen de twee is uitgebreid. Een spectaculaire operatie in hartje Rotterdam. Meer dan duizend mensen en ook dieren moesten hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk werd gemaakt. De bom is jaren geleden al ontdekt en er zijn meerdere huizen gesloopt om erbij te kunnen komen. Ook het huis van Jan Boyster ging plat. Hij sliep jarenlang boven de bom. En daarom mocht hij vandaag de knop in drukken. Volgende week gaan we weer stemmen, of beter gezegd, gaan we waarschijnlijk weer niet stemmen. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 en 2019 lag de opkomst rond de 40%. Praktisch opgeleide kiezers blijven helemaal vaak thuis. In Groningen hebben ze geprobeerd de opkomstcijfers wat op te krikken met een verkiezingsfestival voor mbo'ers. Maar eerst, alcohol heeft een rol gespeeld bij een groot ongeluk in Drenthe vanmorgen. En het is niet voor het eerst dat het misgaat op de N34 vandaag. Precies drie jaar geleden gebeurt, een paar kilometer verderop bij Borger, een dodelijk ongeluk dat uiteindelijk aan vijf mensen het leven kost. Nabestaanden kwamen vandaag bij elkaar om een monument te onthullen: om te herdenken, maar ook om te waarschuwen. Ronald Koeman durft het niet te zeggen dat Oranje de finale van het EK gaat halen, maar een ander Oranje gaat voor niks minder. Volgende maand wordt in Italië het Europees kampioenschap voor voetbalteams uit bergdorpjes gehouden. Grote kans hebben voor de titel is Alpen Oranje uit het Limburgse bergdorpje Veilen. Vandaag was de uitzwaaiwedstrijd een land tegen België. 3, 4. Zometeen bij ons de run op het heilige gras uit het Go Ahead Eagle Stadion. Bij wie ligt nu die middenstip in zijn tuin? Maar eerst hoor je wat shownieuws vanavond voor je heeft van Ayrin. Nou zeker weten, maar wij gaan nog eerst even terug naar het voetbal want in Deventer en omstreken is ineens een run ontstaan op potjes met grasbrietjes erin. Het is niet zomaar gras, jij zei het al, het is heilig gras uit de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles. Ja, waar ze een topseizoen hebben gehad. Ze hebben zelfs Europees voetbal gehaald. De mat wordt in stukjes verkocht en de opbrengst moet het veld voor komend seizoen nog beter maken. Fantastisch. Dit was het op onze site. Het bizar marktplaatsverhaal. Een man herkent zijn eigen gestolen stoomreinigers. En als de politie gaat kijken, vinden ze iets heel anders. Dat kun je wel zeggen. Meer op TV is er morgen vroeg alweer. Updates vanaf half zeven. Nu heel veel plezier met shownieuws.